Yo mensen, hier is mijn gezicht weer. Het is nu dinsdag. Ik, zoals jullie kunnen zien, heb ik mijn sportkleding aan. Want ik ga zo naar de fysio. Ik word heel raar aangekeken door haar. Kijk. Ze denkt dat ik haar niet zie, maar ze vergeet. We hebben te veel spiegels in dit huis. Nee, net lekker ontbeten. Nu wacht ik op Samantha. Samantha komt me halen en dan gaan we naar de fysio. Dan ga ik lekker sporten. Trainen voor mijn been. Been wordt steeds beter. Dat is eng. Samantha. Dat is eng. Samantha. Dat is eng. Ja, ik praat over haar en ze komt. Klaar met visio. Been is een beetje moe. Ik voel hem een soort van aantrekken en een beetje soort van bonken. Maar over het algemeen gaat het goed. Nu weer lekker naar huis. Nee, eerst naar jouw huis. Nee, je zus. En naar mijn zus. Eerst langs mijn zus om de party en co af te geven. Dan langs Samantha's huis om mijn baby doodje te zien. Nee, niet. Jawel, helemaal wel om mijn baby doodje te zien. En dan naar mij. Ik heb gisteren geen video kunnen opnemen voor Insta, dus ik ga proberen vandaag. Ik weet dat ik altijd zeg proberen, want ik kan geen beloftes maken. Ik ben namelijk een buitenlander. En zoals jullie hebben gezien met Michael, we maken beloftes en we komen ze niet altijd na. 9 van de 10 keer komen ze na. Ik bedoel wel na, alleen 1 keer niet. Oh, maar je hebt je kinderen nu niet? Nee. Dus ik ga gaan slapen. Jullie mogen even mijn tas pakken. Endgame. Dan, 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 dan. Oh ja. Mag je dan mijn schoenen boven? Dan heb ik mijn schoenen Oké, okay, het zijn nieuwe schoenen, dus ik denk niet dat het erg is. Ja. Gewoon omdat ik aan het vloggen ben. Weet het? Elijah wilde met mij naar Avengers, by the way. Avengers? Ja, hij wilde met mij naar Avengers. Dan mag hij daar wel in. Zeg maar nee, als er begeleiding erbij is, dan mag hij. Maar Shazam was niet voor kinderen. Avengers kan nog wel. Shazam was... Ja, Shazam had de monsters. Ja. De sins. Oh, die. Ik zat al te denken. Ik dacht, hè, welke was dat? Oh ja. Ben je naar Aquaman geweest? Aquaman was ook goed. Ik heb Aquaman nog een keer op Showbox of zoiets. Showbox? Oh, je hebt het Showbox gedownload. Werkt het goed? Jij hebt dat voor mij gedaan. Ja. Wat doe jij dan? Werkt het? Ik ben aan het vloggen. Dus kijk, dan kunnen mensen zien hoe lui je bent, joh. Ja, en weet je wat het leuke is van vloggen? TikTok. Ja. Ik kan je gewoon indienen bij de wet van AVG. Je hebt me niet gevraagd of ik gevlogd wil worden. Je wilde wel vorige keer. Nee, want vorige keer. Ik heb toen je geen ja gezegd. Je hebt wel ja gezegd. Ik wist niet dat je wel het filmen was voor het vloggen. Ga je me aangeven? Geef me aan. Geef me aan. Ik heb een witte afstandsbediening. Ik weet niet waar die is. Ik kan het je geven als jij ja zegt met vloggen. Ja, dat is een beetje aan de middel. Oh ja, hij is naast je. Oh. Oké, Samantha, voor wie ben je? Voor Shady, voor mij? Oké. Ik heb een film gekeken bij Shady. Een beetje van een film. Leuke film. Alleen, Shady had alles in het huis donker gemaakt. Waardoor het leek alsof het avond was. En we begonnen bijna in slaap te vallen. Dus nu weer richting huis. Verder gaan met ons werk, want anders gaan we slapen en dan komt niks meer van. Daar staat hij dan. Helemaal opgeblazen, mooi. Ziet er goed uit. Wat vind je van Sam? Ja. Het is alleen een beetje vies, maar het kan schoongemaakt worden. Heeft me heel veel werk gekost om het op te pompen. Want we hebben geen elektrische pomp. We hebben zo'n handmatige pomp. Maar het is gelukt. Ik had ook op mijn Insta gezet... dat ik mee bezig was, maar ik heb niet uitgelegd waarom. En toen heeft Manusama hier op dit gereageerd. Echt geweldig. Net even bij de kermis geweest. Mijn telefoon is heel laag batterij, dus ik heb ook niks gefilmd bij de kermis. Ik film alleen maar om het af te sluiten. We gaan eerst Mackie ijsje halen, want... En na de ijsje is... Dus. Ik zie jullie weer. Herinner. Lach elke dag.